Wij merken onder de eigenaren van schapen in het buitengebied dat er onrust is over de wolf. En dat snappen we heel goed als gemeente. Dat betekent dat wij naar de provincie zijn gegaan en hebben gezegd, provincie, ga nadenken alsjeblieft over beheermaatregelen. Want we willen echt niet hebben dat onze schapen eraan gaan. En we hebben tegen de provincie gezegd, denk ook na over verruiming van de subsidiemogelijkheden. Nu is er alleen subsidie in het kerngebied van de Veluwe, maar niet in onze weilanden. Nou, dat zou ook voor onze weilanden moeten gelden, vinden wij. En we vinden ook dat er ruimere subsidiemogelijkheden moeten komen, omdat de kosten die veehouders maken veel hoger zijn dan wat de provincie nu vergoedt. Dus die oproep hebben wij gedaan aan de provincie. En we hebben voor onszelf ook nagedacht, wat kunnen wij nou doen als gemeente? Dus we hebben gezegd, ja, officieel mogen hekken in het buitengebied een meter zijn. Maar dat is voor de wolf te weinig. Die heeft wel 1,20, 1,50 nodig. Dus wij zullen specifiek wolvenhekken, hoger dan een meter, gedogen. Daar hoeft dan geen vergunning voor aangevraagd te worden. En op die manier proberen we tegemoet te komen aan de onrust die er is. En we hopen alsjeblieft dat ook de provincie stappen kan zetten zelf, maar ook met Brussel, om tot beheer te komen van de wolf.